Welkom. Vandaag gaan we het hebben over de CO2-gehalte in de atmosfeer en met name over de koolstofkringloop. Ja? Kijk ook in je BINAS, tabel 93F. Fijn om die erbij te houden. We gaan kijken naar de CO2-concentraties en dat doen we via een aantal processen. Het zal me niet verbazen, maar CO2 samen met water uit de grond wordt in deze plant, die nogal semier getekend is, door middel van fotosynthese opgenomen en omgezet in glucose. Zoals je weet is CO2 en H2O wordt glucose en zuurstof. Die zuurstof, daar bemoeien we ons even niet mee. Maar die glucose kan die plant omzetten via voortgezette assimilatie naar meer plant. Komt het op neer. Daar kan zetmeel mee gemaakt worden. Er kunnen eiwitten mee gemaakt worden. Maar wat voor dit verhaal het belangrijkste is, er kunnen vetten en oliën mee gemaakt worden. En in dit geval heb ik twee voorbeelden. Die plant die kan hier een vrucht maken. En dat is vaak een boom. Op het moment dat dit een mosterdzaad is, dan halen we daar slaolie uit. En op het moment dat dit een sojaplant is, dan halen we daar sojaolie uit. Nou, die olie die is geschikt om biobrandstof van te maken. En daar kan je een auto op laten rijden, bijvoorbeeld. Je kan er natuurlijk van alles mee doen. Hè? Als je dat verbrandt, levert dat veel energie op waarmee je een proces in gang kan zetten. Dus deze twee plantaardige producten die kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld transport mee te bewerkstelligen via biobrandstoffen. Als we dat doen, als we zo de plantaardige product als biobrandstof gebruiken, dan noemen we dat een eerste generatie biobrandstof. We kunnen iets efficiënter aanpakken. En dat is dat we deze twee oliën, dat we die eerst gaan gebruiken voor voedsel. Slaolie wordt gebruikt in een cafetaria. Daar kan je eens frietjes in bakken. Tegen de tijd dat frituurvet of dus de slaolie vervangen moet worden, dan wordt dat naar een fabriek gebracht. En die fabriek die bouwt dat om met wat handige scheikunde tot wat wij dan eerst afval noemen, bouwt dat om ook weer naar biobrandstoffen. Dat noemen we een tweede generatie biobrandstof. Dit is natuurlijk veel efficiënter, want nou gebruiken we die olie, we gebruiken het twee keer. En het concurreert niet met de voedselprijzen. Als we die olie gaan verkopen als biobrandstof of we gaan het verkopen als voedsel, dan krijg je dus meer vraag, gaat de prijs omhoog. Lijkt een beetje economie, maar het is toch wel een soort ethische kant aan het gebruik van biobrandstoffen. Als we die olie eerst als voedsel gebruiken en daarna als afval ombouwen tot een biobrandstof, een tweede generatie biobrandstof, dan is dat veel efficiënter. Als we die auto laten rijden op die biobrandstof, dan ontstaat er natuurlijk wel CO2. Dat lijkt een beetje raar te zijn, want die CO2 die zorgt niet voor een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Waarom is dat? Nou ja, omdat die zojuist is opgenomen door die plant en omgezet is in meer plant. Dus bij wijze van spreken, dit is in het ene jaar gebeurd, die fotosynthese, en die vrucht is geproduceerd en in het volgende jaar wordt die CO2 weer uitgestoten. En dat zorgt dus niet voor een verhoging van die CO2. Wat wel voor een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer zorgt, en dus waarom 2016 betiteld is als warmste jaar ooit, dat verhoogde broeikaseffect, dat komt omdat wij fossiele brandstoffen gebruiken. Die fossiele brandstoffen die zijn ontstaan door precies hetzelfde proces. CO2 en water werden door fotosynthese omgezet in meer plant en zuurstof. Die planten gingen allemaal dood, die kwamen op de bodem terecht. Heel veel planten die werden bedekt door welk proces dan ook. Heel veel druk door heel veel bodem plus heel veel tijd en heel veel warmte zorgde ervoor dat planten gas, olie, steenkool, bruinkool werden. Die gebruiken wij nou voor onze energievoorziening. Dus als dit olie is, dan pompen we dat eruit. Dan maken we aardolie van. Dat raffineren we. Dat wordt weer benzine. En dat zorgt wel voor een CO2-concentratieverhoging. Omdat dit is netjes opgeslagen. Daar hoeven we niet aan te komen. Maar als we deze opgeslagen koolstof toch in de atmosfeer brengen, zorgt dat dus wel voor een CO2-verhoging. CO2-concentratieverhoging. Goed. In een notendop dit, de koolstofkringloop, kijk in je BINAS. Veel succes met biologie.